Deze nieuwsuitzending gaat wederom om het milieu. En dan vanuit de kant, ja, het wordt misschien een beetje een moeilijk verhaal. Dit is niet een heel erg mooie man, maar daar kan hij niks aan doen. Hij heeft ALS. Kan hij überhaupt praten of zo? Dat weet ik ook niet hoor. Deze man die heet Stephen Hawking. En die ken ik al sinds de jaren 70, dat ik leerde van kwantummechanica en alles. Of ja, niet aan alles, maar laat ik het zo zeggen, toen ik klaar was met de landbouwschool, dat ze mij wegstuurden van hier heb je je diploma en oprotten nou. Dus toen was ik weg en dacht ik, ja, ik snap er nog steeds niks van. Dus toen ben ik in de boekenwinkels, heb ik allemaal meuken verzameld. Ik heb ook hele goede gezien over gelezen, dus echt het hele boek. Dat was een verslag van een congres. En hij was daar dus, daar had hij ook al ALS. En die andere vent, wiens naam ik nu eventjes niet direct te pakken heb. Steinberg, Goldberg of zo. En het ging erom van, hoe eindigt het universum? En hij was dan, dus deze man met die mooie tanden, heeft wel goed zijn tanden gepoetst. Maar hij was dus een voorstander, of hij wist gewoon zeker, het universum zou eindigen in een zwart gat. En die andere man, die Steinberg, Goldberg, of hoe weet hij nog weer, Weinberg, denk ik. Weinberg. Ja, die zei nee, het wordt een chaotische verzameling van zwarte gaten. Een soort emmentaler. Emmentaler kaas, maar van die gaatjes erin. Nee, niet emmentaler, weet ik niet. Maar van die gaatjes kaas. Zoiets. Nou, hij was dan van één gaatje. Dus en Weinberg die was dan van meerdere gaatjes. Zo zou het allemaal aflopen. Nou, je hebt dus van. Je had vroeger ook de Eppo. Ja? En hoe heette die andere cartoonschriften ook alweer? Je had de Eppo en je had ook nog. Degene waar ik op geabonneerd was. En mijn dochter. Oh, de Donald Duck dingers. Ja. Complete lulkoek natuurlijk, ja. Even stilstaan bij de werkelijkheid. We zijn toch allemaal hier. En buiten hoor je allemaal van die Koningsdagmuziek. Het is toch helemaal niet te harde hier. Dus waarom zou ik niet lopen zeuren voor. Het is nu 12:15, dus we maken me druk over. Die lui die gaan nog door tot 1:00 s'nachts. Nee, 2:00 s'nachts, man. Door de kozijnen die trillen hier, hè, van de PA-installatie. Public Address System. Dan mag ik ook al een beetje zeuren over meneer Stephen Hawking. Dan gaan we even. Nou, wat heeft hij ons te vertellen? Hij zit gewoon heerlijk lekker in zijn ALS-stoel. Maar hij heeft een waarschuwing. Stephen Hawking waarschuwt. Dubbele punt. We bevinden ons in gevaarlijkste moment in geschiedenis van de mensheid. Daar kan ik gelijk bij stilstaan. Dus Stephen Hawking, die praat Marokkaans. Laat ik zo zeggen. Er zijn ook Marokkanen die spreken echt heel erg mooi Nederlands. Maar wij bevinden ons in gevaarlijkste moment in geschiedenis van de mensheid. Het lijkt mij dat die zin niet helemaal lekker loopt, hè? Nou, hij heeft ook ALS, dus ja. Wat kan hij er aan doen? Maar ik vind dan wel dat die journalist, die had het. Die had het net erop moeten schrijven hoor, sorry. Want hij kan. Deze man die kan nauwelijks praten. Ah. En dan ga je dat zo opschrijven, want ja, dat heeft hij gezegd. Ja, kom op. Dan haal dat dan gewoon even weg. Joh. Zou ik zeggen tegen die journalist hoor. Die zou bij mijn krant niet mogen werken. Oh. En dan gaan we even doorlezen. De beroemde wetenschapper en astrofysicus Stephen Hawking waarschuwt voor de vernietiging van onze planeet in een open brief aan de Britse krant
Guardian. The Guardian, sorry. Oké, dan gaan we eens eventjes. Is dit predictive programming? Dat zeggen ze toch altijd, hè? Voordat er een 9-11 komt, doen ze eerst in een of andere cartoon of zo. Dan doen ze dat ook. Ja. Zodat we al van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Maar ze gaan dus onze planeet vernietigen. Ja, kijk, het houdt een keer op, mensen. Het kan niet altijd stom worden, hè? Op een dag, dan drink je geen bier meer, maar dan drink je grols. Of het was andersom, maar dat maakt niet uit. Hoezo, de vernietiging van onze planeet? Ja joh. En waarom gebruikt hij het woord planeet? Denk daar eens eventjes over na. Wat voor een viespeuk is dit? Het lijkt gewoon Hannibal Lecter wel, man. Hoezo? Welke planeet? Ik heb nog nooit op een planeet gewoond. Jij toch ook niet? Ja, gewoon correct taalgebruik. Ja. Aarde. Je mag zeggen Terra. Dat is de oude term waar het... Maar het is aarde hier, de wereld. De aarde, de wereld en niet een planeet. Hè. En het hele universum draait om ons. En wij staan stil. En alles zit naar ons te kijken. Wij zijn het centrum van het universum. Als je wil weten waar het universum ligt, nou, dan heb ik een heel eenvoudig antwoord voor je. En het antwoord is, ik zal het even spellen, Hendrik, Isaac, Eduard, Richard. Oftewel, hier. Daar is het universum. En daar ligt het dan. Deze eikel. Dan kijken we nog even... Want nu gaat hij echt... Dit was er heel erg. Ik ga het even voorlezen. Nee, kom op. Oh jee, wat erg is dit. Ach, 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 wat ben ik blij dat ik deze journalist niet geweest ben. Volgens de Brit, nou dat moet je niet zeggen volgens mij. Je moet gewoon zeggen volgens Stephen Hawking, of volgens hem. Je hoeft er niet te zeggen dat het de Brit is, maar goed. Volgens de Brit, nou, dat weet ik dan ook weer, in Engeland dus, bevinden we ons in het gevaarlijkste moment in de geschiedenis van de mensheid. Hij verwijst daarbij onder andere naar de verkiezing van Donald Trump. Wat we ook denken van de Brexit en van de verkiezingen van Donald Trump, er is geen twijfel mogelijk dat dit een roep van woede was... Van mensen die het gevoel hebben dat ze in de steek werden gelaten door hun leiders. Ik moet bijna huilen. Het is het moment waarop de vergetenen hebben gesproken. Ze vonden hun stem om het advies en de richtlijnen van de experts en de elite te verwerpen. Zegt Hawking. Zo zeg, dat is een lange zin die Hawking heeft gezegd. Die afgelopen weekend onverwacht moest worden opgenomen in een ziekenhuis in Rome. Al is de 74-jarige wetenschapper die aan ALS leidt niet in levensgevaar. Ik vind het geen mooie zin. Al is hij niet in levensgevaar. Hij, even kijken hoor. Ze vonden hun stem om het advies en de richtlijnen van de experts en de elite te verwerpen. Zegt Hawking, die afgelopen weekend onverwacht moet worden opgenomen in ziekenhuis. Al is hij die aan ALS leidt. Oké, nu snap ik hem. Dus normaal gesproken word je dus opgenomen in een ziekenhuis in Rome als je in levensgevaar bent. Even hoesten hoor. Sorry hoor, maar dat is toch echt erg. Dus normaal gesproken moet je in levensgevaar zijn om te worden opgenomen in het ziekenhuis in Rome.
Nou, dat is dus nu niet het geval. Ze hebben dus voor hem een uitzondering gemaakt. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik hou helemaal niet van Rome. De club van Rome. Ik vind echt de hele club van Rome. Maar gewoon lekker naar huis. Terug naar Babylon. Dat is een mooie woestijn geworden. Dat wilden ze toch van deze aarde maken? Zij wilden toch aarde tot een woestenij maken? Ja. Ga lekker terug. Ga lekker. Ik heb die filmpjes gezien van die ISIS-strijders. Ja, en dan zie je gewoon een enorme ruimte. Maar ja, kilometers... zand en grind. Ja, echte woestenij. Ja, dat was vroeger Babylon. Nou, ga daar lekker naar terug. Ja, gaan wij hier gewoon wel aardig doen tegen de dames. Want dat kan namelijk wel. Oh, ik dwaal weer af. En belangrijk, ik ga weer even voorlezen. En belangrijker nog dan die specifieke keuzes in Groot-Brittannië en in Amerika is hoe de elite hierop zal reageren. Moeten we die stemmen de rug toekeren en het beschouwen als uitlopers van populisme die de feiten niet kennen? Dat doen zou een grote fout zijn. Oh, wat een slecht Nederlands is dit. En waar gaat het eigenlijk over? Wat heb ik te maken met Groot-Brittannië en in Amerika? Kijk, we hebben gewoon last van Babylon. Babylon is naar Italië gekomen via Griekenland. Hebben ze ook heel leuk huis gehouden. Ik moest eens weten van die ene oorlogen. De Peloponnesische. Ja, die hebben echt. Die Grieken. Nou ja, maar weten wat daar gebeurd is. Maar dan zijn ze dus naar het noorden van Italië gegaan. En toen hebben ze Europa overgenomen. En ze hebben ze een beetje. Ja, de schatting is dat ze ongeveer op 1 miljard burgerdoden staan. 1 miljard. Dus nou ja, reken je per leven reken je 10.000 euro. Een habbekrats naar de hedendaagse normen. Maar 10.000 euro per leven, daar hebben wij van die organisatie te goed. 1 miljard keer 10.000 euro. Reken maar uit hoeveel euro dat is. En dat wordt dan gestort in het Joris Demmink Fonds. Dus, maar Joris Demmink, daar ga ik een andere uitzending over hebben, maar het Joris Demmink Fonds komt eraan. Dus dan wordt iedereen vergoed. Dan krijgen ze allemaal cadeautjes. Tripjes. Iets wat ze leuk vinden. Hè? Maar we hebben Groot-Brittannië en in Amerika. En dan wordt er dus ook gesproken over de elite. Ja. Wat is de, wie de fuck... Wie zijn dat dan? Ik zal het je vertellen. Die Babylonische macht, die heeft natuurlijk allemaal medewerkers nodig. Dat is zo'n spreekwoord van geen geld, geen Zwitsers. Dat slaat op de Zwitserse garde van de paus. En die moeten natuurlijk betaald worden. En die krijgen ruimschoots betaald. Anders gaan ze dat smerige werk niet doen. Hè? En dat is de elite. Het zijn de handlangers van de antichrist. Dat is wat niemand mag weten. Want in de Bijbel, daarin wordt gesproken van Christus, de gezalfde, de olie. Je mag hem ook olie noemen. Oliedom, mag je hem ook noemen. Ja, hij is pas tot verrekening voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Dus hoe dom kan je zijn? Hè? Ik hoop dat ik duidelijk overkom. Hè? Maar Christus de gezalfde, dat was een vent. Die bracht een boodschap. Hij wordt ook wel genoemd de Logos. Hij wordt wel genoemd het woord. Er zijn sommige mensen die spreken niet over Christus Jezus, maar die spreken over het woord. Want hij sprak recht. Hij was orthodox. En orthodox betekent rechtwoordig. Nou, tegen zijn woord, en dat wisten ze al in die tijd. Zijn discipelen wisten dat al. Want als je zo recht aardig gaat spreken, dan komt daar een contra op. En dat heet de antichrist. En dat is de leugenaar.
De mens die opzettelijk liegt. En het maakt hem niet uit hoeveel kwaad hij daar maar aanricht. Sterker nog, als hij daar kwaad mee aanricht, dan doet hem dat goed. Als hij maar met zijn leugen dingen kapot maakt, doet hem dat goed. Dat is de antichrist. En die is er. Die is ook helemaal voorspeld. Het staat in de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, daar worden de kleuren in benoemd en de aantallen in benoemd. Dus wij kunnen helemaal niet zeggen, ik hou dat niet gewoest. Je kan alleen maar zeggen, ik ben te lui geweest om een pagina te lezen. Ja, sorry hoor. Ja, ik was zo druk met... En wat was je aan het doen? Waar was je druk mee? Ruzie maken. Met je familieleden. Zeiken tegen de buren. En geen pagina van je Bijbel gelezen. Ja, dat is niet zo heel goed bericht. Naar mij toe. En mij ben je niks verschuldigd. Ik ben een slobber. Ik ben een lowlife. Opzettelijk. Omdat ik niet wil verblijven tussen... Dat heet coadjutors. Meelopers, zou ik zeggen. Daar wil ik helemaal geen deel... Ik ben niet van de antichrist. Ik ben de antichrist zelf wel. Dan ben ik gewoon lekker in mijn eentje. Dat klinkt een beetje stout, maar zo is het ook bedoeld. Hè? Ik ga ook helemaal nergens mee akkoord. Niet met deze onzin in elk geval. En dan krijg je de volgende zin. Moeten we die stemmen de rug toekeren en het beschouwen als uitlopers van populisme die de feiten niet kennen? Dat klopt ook niet. Ja. Oké, uitlopers. Moeten we die stemmen de rug toekeren en het beschouwen als mensen die de feiten niet kennen? Wat wordt hier mij verteld? Ik kan het niet eens bespreken. Dat doen zou een grote fout zijn. Ja, zo best. Wat dan? Wordt hier gewoon gezegd dat... Ja, wij zitten jullie te regeren met... En wij weten de feiten niet of zo. Of wanneer ze zeggen eigenlijk... Oh, degene die regeert, die moet wel de feiten kennen. Dat staat hier eigenlijk. Als we de massa's willen besturen, moeten we wel de feiten kennen. Nou, ga vooral beginnen met het lezen van een boek, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, Rulers of Evil als eerste. Van Frederik Tupper Soucy. En dan zou ik pakken die andere. Ik pak ze er gewoon eventjes bij. Ik heb helemaal niks te verbergen hoor. Deze is heel erg interessant. Avro Manhattan, Vietnam, waarom zijn we gegaan? Vietnam, why did we go? Zie je het staan? Zou ik zeker lezen. Dan weet je dat tenminste. En dan moet je, dit boek moet je lezen. En dan moet je ook nog gaan kijken naar die film. Die heet zo, die kan ik ook voor je opzoeken. Ik krijg gewoon echt ontzettende internetles. En die heet Apocalypse. Nou, deze film. Kijk die. Dan ga je dus eerst Avro Manhattan. Dat is een soort cocktail. Dat is een soort mentale cocktail, zullen we maar zeggen. Eerst ga je deze pakken. Die ga je goed bestuderen. Vietnam, waarom zijn we daar naartoe gegaan? Hoe staat dat in elkaar? En dan ga je deze film kijken. Dan ga je wat leren. En dan, ik zou er echt, ik weet niet of je er tegen kan, maar ja, speed of zo. Of een kopje rooibos thee. Maar iets van drugs. Minimaal rooibos thee. Dat je even de connectie maakt. Dat je doorziet wat hier aan de hand is. En dat je vooral daarbij geen zorgen maakt.
dat is heel erg belangrijk. Want als jij je zorgen gaat maken, dan kan je niet zorgen. En dan word je een pain in the ass voor je omgeving. Dus hey, moet je geen zorgen maken, opdat je kan zorgen. Dan ga je maar je tante bellen en zeg je, ja, ik kom toch wel eventjes, ik doe wel de boodschappen. Een soort automatische mantelzorg of zo. Daar moeten we naartoe. En dat gaat ook komen, hoor. Dus, nou, dan gaat Hawking, die man, die gaat door en die heeft het over grotere ongelijkheid. Nou, als ik iets wil, is dat ongelijkheid. Dus dat is een positief bericht. Want je wil een verschil tussen... Je hebt van die lapswansen zoals ik. En ik wil helemaal geen 30.000 euro in de maand. Daar heb ik helemaal geen zin in. Want altijd geld moet ik uitgeven en daar ben ik allemaal mee bezig. En ik, wow, en dan heb ik mijn portemonnee weer vergeten. Ik wil dat geld niet. Ik niet. Andere mensen die... Ja, die hebben dat wel. Die vinden dat niet erg. Laat ik het zo maar zeggen. Die verdienen rustig 30 of 300.000 euro in de maand. En die vinden dat niet erg. Die zijn ook van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zijn ze allemaal bezig aan het telefoneren en heen en weer aan het hollen. Maar zij vinden dat niet erg. En voor zover zij gewoon niet bommen aan het gooien zijn op Irak. Daar heb ik er helemaal geen probleem mee. Ja, als iemand een geniaal idee heeft voor een tuinmeubel, stoelen, bank, handig apparaat. En met een hele marketing idee erachter. Ja, dan wordt hij maar lekker stinkend rijk. Dat maakt mij dat uit. Ik bedoel, die vent gaat toch dood. Of die vrouw. Of die hele familie. Dus ze gaan er toch aan. Nou, en die poen die vervalt gewoon weer aan de samenleving. Nou, het enige wat je dan nodig hebt, dat is een familie van bankiers, hè, die de stroom in controleren, eigenlijk. Hè. De currency, een bank is ook bij een rivier noem je dat, de dijk hebben we hier in Nederland, hè, maar het is waar de rivier tussendoor geleid wordt, dat is de bank. Hè. En je hebt, als die mensen heel veel geld krijgen, ja, dan moet dat dus zorgvuldig, heel belangrijk woord, zorgvuldig, moet dat zorgvuldig geïnvesteerd worden, zodat dat voor de dood van die mensen dat geld alweer terugstroomt in de maatschappij. Aan de andere kant hoeft het ook niet per se, want als ze dood zijn, is dat geld zonder meer teruggevloeid, dat kunnen ze zelf niet meer uitgeven. Dus ja, kijk, een bankier, ja, het is maar een beroep. Ja, dat is timmerman. Wat zou je liever willen zijn, bankier of timmerman? Wat zou het meeste geld opleveren op de duurzame termijn? De langere termijn. Maar goed, ongelijkheid heb je dus echt nodig. Dat hoort er gewoon bij. In een oerwoud ook. Dan heb je vogeltjes, en heb je kevers, en je hebt slangen, en apen. Wat heb je nog meer daar? Van die hele rare kruipbeesten. Hele enge insecten. Schorpioenen heb je misschien ook wel in het oerwoud. Hè? Ja, van alles. Hè? En dat hoort er ook toch bij. Hè? We moeten divers zijn. En dat, om de grap even extra groot te maken. De wereld, of de mensheid, de tijd, onze huidige tijd, die heeft maar te accepteren dat er gewoon blanken zijn. En dat doe je het maar gewoon mee. Ja, blanken met een, weet ik veel, een grote bek of zo. Altijd zijn ze hebben altijd gelijk, denken ze dan. En ik kan je vertellen, nou, in 99% van de gevallen hebben de blanken helemaal geen gelijk, hoor. Het zijn gewoon een stelletje eikels. Maar wij hebben wel, ja, maar goed, maar wij zijn gewoon blank. Maar dat is ongelijkheid. Ja, dus ik wil gewoon blanken en negers. Dat mag ik toch wel willen. Hoezo moet iedereen koffiebruin zijn? Kofi Annan was er ook zo. Die vent van de Verenigde Naties. Ja, verschrikkelijk. Oké, we zijn nog 20 minuten onderweg. Nou, dan gaan we terug naar die man, Stephen Hawking, deze vent. Die is gescheiden trouwens. Die is gescheiden van zijn vrouw, van zijn familie. Nou, die man, Stephen Hawking,
begrijpt de angsten van het volk voor de gevolgen van globalisering en technologische vooruitgang. Die evoluties zullen namelijk ook gevolgen hebben voor de jobs van de gewone mens. En dat zal dan weer de ongelijkheid in de wereld doen toenemen. Het internet speelt daar ook een rol in. Dubbele punt. Het laat toe dat een kleine groep mensen enorme fortuinen verdient, terwijl ze maar weinig mensen aan het werk zetten. Dat is sociaal destructief, zegt Stephen Hawking. Nou zeg, die man, ik dacht dat hij altijd verstand had van zwarte gaten. Maar hij is tegenwoordig socioloog geworden. Man, maar dat geeft ook aan ons gewoon. Stel je ziet er zo uit. Dan denk je, dat gaat helemaal niks worden met mij. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Je bent gewoon, dan word je gewoon astrofysicus en socioloog. Nou, Stephen Hawking, die zegt dus dat wij bang zijn voor de gevolgen van globalisering en technologische vooruitgang. Nou, ik ben helemaal niet bang voor technologische vooruitgang. Dat zegt mij helemaal niks. En globalisering, ja, daar heb ik een broertje dood aan. Ik vind helemaal niks. Ik vind gewoon totaal niks. De globalisering is gewoon iedereen onder de paus. En ik wil niet. Net als met die uitzending van Jiske Vet. Dat dan die ene vent dan onder de rok van Sinterklaas. Dingen scheelt. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet onder de rok van Sinterklaas. Ik wil geen gratis cadeautjes geven in mijn buurt. Ik heb er echt al ongelooflijk groot probleem mee. Want geld is niet gratis. Je kan het zo drukken, dat is allemaal geen punt. Maar het is niet gratis. Daar moet voor gewerkt worden. En iemand die gaat bepalen van hoe het met mijn geld zit en zo, dat is die globalisering, waar die ze aan het doordrukken zijn. Ja. Dat kost mij alleen maar mijn pensioen. Ik heb ook helemaal geen zin om een pensioen op te bouwen. Wat slaat het op? Tegen de tijd dat je oud bent en dat je echt behoefte hebt aan zorg. Ja, juist dan pikken ze je pensioen af. En jij hebt het nakijken. Want je hebt een oud lichaam, dus je kan niet meer met de OV-chipkaart eventjes naar Zoetermeer om je zaak te bevechten. Dat weten zij ook wel. Dat hebben ze er ook gedaan. Ze hebben van al onze oudjes hebben ze alles afgejat. Mijn tante Til, die vertelde mij dat ze in de krant had gelezen dat het pensioengebeuren bijgesteld was met inflatiecorrectie of zo. En dat was zoveel procent verhoogd. Ja, dat stond in de krant. Ja. Maar wat stond er op haar bankrekening? Nou, hetzelfde bedrag hoor. Al jarenlang. Er is nog nooit iets aan veranderd. Ze krijgt altijd hetzelfde geldje. En dan moet ze het maar gewoon mee doen. Zo be het. Ze is in de 70 voor mij. Nee, ze is. Even kijken hoor. Ja, ze is nou bijna 70, denk ik. En ze doet ook mantelzorg, weet je. Of dingen, of vrijwilligerswerk. Dat is ook nog. En pensioenen verhogen, ben jij gek. En dan krijg je dan de volgende zin. Die evoluties zullen namelijk ook gevolgen hebben voor de jobs van de gewone mens. Wat is dat? Hoezo heb ik een job nodig? Denk er eens even over na. Wat is de gewone mens? Wie is dat eigenlijk? Ik weet van mijn dochter. Die heeft de HAVO gedaan. Dat is hoger dinges. Wat is het precies? Dat is een afkorting. Hè? En dan heb je daarboven zit een VWO. Ja, hoger algemeen vormend onderwijs. Dat was het. Hoger algemeen vormend onderwijs. Ja, dat is helemaal niet. Kinderen krijgen helemaal geen les meer. Van, iets als.
hoeveel is 3 plus 4? Dat heet tegenwoordig wiskunde. Dat is echt verschrikkelijk. Ze zitten dus gewoon de gewone mens te creëren. En Stephen Hawking gaat er eventjes over lopen zeiken. En dan moeten die, ja, al die dombo's die dus niet weten. Ja, die denken dat 3 plus 4, als je weet dat het 7 is, dat je dan wiskunde leraar kan zijn. Dan daalt het intellectuele niveau natuurlijk. En dat noemen ze dan denk ik de gewone mens. Dat is ook de mens die dus er heilig van overtuigd is dat hij van de apen afstamt. En als je die muziek hoort die je nu op de achtergrond hoort. Het is apenmuziek, hè? Dat snap je er wel, hè? Dit is geen menselijke muziek. Zo oentje, 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 oentje. En dan gaat ook die DJ, die gaat dus er doorheen lopen brullen van... Ja, dat is gewoon apen. Ja. De gewone mens. De gewone mens die stamt van de aap af. En dat zal dan weer de ongelijkheid in de wereld doen toenemen. Wat dan? Oh, sorry? Nou, volgens mij krijgen we één grote soepzooi op. Maar dus niet echt ongelijkheid. Het internet speelt daar ook een rol in. Oeh. Dit snap ik. Ja. Wat bedoelt hij nou? Het laat toe dat een kleine groep mensen enorme fortuinen verdient. Terwijl ze maar weinig mensen aan het werk zetten. Dat is toch des te beter? Dan hoeven die mensen niet te werken. Ja, denk even na, mensen. Waarom moet iedereen werken? Is het überhaupt voor nodig? Hier in Nederland, wat heb je nou als mens nodig? Je moet wat toiletpapier hebben, je moet wat zeep hebben. Nou, één stuk zeep in de 2 jaar of zo. Ik doe met een stuk zeep gewoon 2 jaar. Er zijn ook mensen die zeggen van, zou je niet dat stuk zeep in 1 jaar... Dan zeggen, oké. Okay. Oh ja, waspoeder. Maar wat gebruik ik nou? Gewoon een beetje rustig doen, kalm aandoen. Lekker op je billen zitten. Lekker eco doen. Hoezo moet iedereen aan het werk? Daar krijg je alleen maar files van op de A12. Dat is onzin. Dat deze astrofysicus zich daarover gaat uitlaten. Ik snap niet waar die vent dat lef vandaan haalt. Er zit hier ook nog, dat is sociaal destructief. Nou, hoe heeft hij dat eigenlijk gezegd? Heeft het echt wel gezegd? Of was het ook weer, wij bevinden ons in gevaarlijkste moment in geschiedenis van mensheid. Sociaal destructief. Dan moeten gewoon, ja, er zijn mensen, zoals Jurk Gliesman, en die zijn veganist, dus die eten geen dierlijke producten. Nou, ook daarvoor moet je dus... maar ik zou dus zelf... Ik ben zelf dus niet veganist. Ik word het wel, hoor. Maar ik zou dus zeggen, ja, je moet toch wel kippen houden. Hm? Kippen? Lekker. Ja, ik vind dat gewoon lekker. Ja, en als je een... Ja, koeien weet ik niet, hoor. Dat is een beetje gevaar. Er wordt al gelinkt. Ik zou gewoon van Nederland een voedselproductiegebied maken. We hebben IJsselmeer, daar kan je vissen in vangen. En in de Noordzee, man, tonnen met haringen kan je naar binnen sleuren, man. Lekker. Ik vind het lekker. Ik vind het ook niet erg om zelf een keer mee te gaan op zo'n schip. Dan haal ik ook een keer, doe ik ook een keer een weekje mee. Lijkt me een hele belevenis. Het lijkt me ook heel erg goed voor ieder Hollands kind. Die überhaupt haring wil eten of durft te eten. Die gaat ook maar een keer mee op zo'n boot. Dan ga je maar kijken hoe ze gevangen worden. Gewoon bewust zijn. Dat kunnen we toch gewoon. Wij zijn het allerbeste volk qua taal dan. Van de hele wereld. Samen met België natuurlijk en een heel groot stuk van, nou ja, eigenlijk Duitsland hoort er ook bij, hoor. Oostenrijk, zelfs Zwitserland, daar zitten ook slimme mensen. Kluge Leute.
En ook Italië en in Spanje. Daarom moeten ze ons ook hebben. Ga weer voorlezen. We leven dus in een wereld waarin niet alleen financiële ongelijkheid is die alleen maar groter wordt, maar waarin de levensstandaard en de mogelijkheid om geld te verdienen steeds sneller en vaker verdwijnt. In die context is het geen verrassing dat mensen hun toevlucht zoeken in mensen als Trump of in iets als de Brexit. Daar gaat dus Stephen Hawkins eventjes ook nog heel, niet alleen sociologisch aan de gang, maar ook, politiek, hè? Het is een wens van ons christenen dat er een duidelijke scheiding is tussen kerk en staat. En op het moment dat je dus dit krijgt, hier heb je een vermengeling van politiek en wetenschap en geld. We maken er één grote soepzooi van. En terug naar die Brexit. Kijk, een Brexit zal niks voorstellen. Ook al doe je het. Het helpt helemaal niet. Je moet die organisatie die ons onder controle houdt. Hè, die wil een bepaalde staatsvorm. En hebben gekozen van we willen graag een Europese Unie. En dan moet iedereen, want dat vinden ze makkelijk. Ze willen een Europese Unie en ze willen ook in Noord-Amerika, willen ze Canada en wat wij de Verenigde Staten noemen en Mexico. Daar willen ze één gebied van maken. Want dat is makkelijker te besturen. Daar zijn ze mee bezig. En mogen ze dat doen? Nee, dat mogen ze helemaal niet doen. Dat is absoluut tegen de wil van mijn vader in. Dan kan ik een vrijmetselaars-eed voor afleggen. Dat durf ik. Ik zal het niet doen, want het klinkt allemaal zo verschrikkelijk. Je mag helemaal geen eed afleggen of zo. Trouwens. Maar het is echt wel zo. Het mag niet wat deze mensen doen. Ja. En Donald Trump, die is ook gewoon. Want hij zit dus een beetje. Kijk, hij ziet er echt verschrikkelijk uit. Maar ja, hoe ziet Donald Trump eruit? Ja. Dat is ook, ze spelen onder één hoedje. Dat is het. Ja. Die evolutie wordt versneld door internet en sociale media, meent Stephen Hawking. De ongelijkheid wordt zo namelijk steeds meer zichtbaar. Mensen zien via sociale media hoe het er elders aan toe gaat. Dat kan een stroom van miljoenen migranten op de been brengen die op zoek gaan en zijn naar een beter leven. Hier moet ik stoppen hoor. Dat kan een stroom van miljoenen migranten op de been brengen die op zoek gaan en zijn naar een beter leven. Dit is toch. Oh, maar het is Belgisch. Oké. Het is de standaard.be. Ja, oké. Misschien dat het Belgisch is. Nou ja, de economie en de infrastructuur in de landen waar de migranten dan terechtkomen, komt verder onder druk te staan. En dat ondermijnt de tolerantie. En is een voedingsbodem voor politiek populisme. Dat heeft Stephen Hawkins gezegd. Nou. En dat was dan via dat dingetje in zijn keel. Van de economie en de infrastructuur in de landen waar de migranten dan terechtkomen. Komt verder onder druk te staan. Dus de economie en de infrastructuur komt onder druk te staan. Oh, leuk. De infrastructuur. Al die migranten geven nog meer file op de A12. Daar hebben we het over. En dat ondermijnt de tolerantie. Als er één ding is wat ik niet ben, is dat tolerant.
Behalve natuurlijk als ik je ken, dan mag je eigenlijk alles doen. Dan ben je gewoon mijn vriend, maar dat is een ander verhaal. Tolerant? En dat wordt onder mij, mijn tolerantie staat onder druk. Nou, daar heb ik helemaal geen last van. Want ik ben helemaal niet tolerant. Nooit geweest, dat wil ik ook helemaal niet zijn. En vandaag ben ik het ook niet. Ik heb gewoon... zaggerijnige semi-bejaarde. En het is een voedingsbodem voor politiek populisme. Ja, wat is populisme? Geert Wilders? Geert Wilders, die gaat dan door voor een populist of zo. Waar we vanaf moeten, die paus die moet weg. Wij moeten weg van de paus. Dat is misschien wel beter. Wij moeten gewoon weg van de paus. En je moet dus weten dat de paus, dan denkt iedereen, ja de paus dat zijn gewoon de Rooms-Katholieken. Nee, ben jij gek? Onder de paus er zit de vrijmetselarij, daar zit het mormonisme, mormon van het boek van de mormonen. Maar ze zijn echt de kerk van Jezus Christus, zo noemen ze zichzelf. Of de heiligen van de laatste dagen. Ja, die vallen er ook bij. En dan heb je nog een hele trits. En in de jaren 60, op zich dachten we het goed te doen met Luther en Calvijn. Om gewoon een protestbeweging te gaan beginnen. En zo is het protestantisme tot stand gekomen. Dus wij waren lekker aan het protesteren. En we gingen dus niet meer naar de kerk van de paus. Ja, dat feestje is dus zo'n beetje over. Alle kerken die vallen onder een wereldraad van kerken. En de wereldraad van kerken, wie is daar geen lid van? Nou, even raden. De paus. Zij niet. Zij zijn toezichthouder. En wij moeten weg van die club. Nou, wat ze ook nog doen, echt super grappig. Hè? Want dan denk je dus, oh, dat zijn allemaal van die vrome mensen. Dus je moet gewoon niet vroom zijn. Je moet gewoon lekker gaan doen. En doe maar waar je zin in hebt. Hè? Doe wat je wil. Dat is het satanisme. Ja, dat is ook van de paus. Ja. Dus ja, je hebt gewoon ontzettend veel mogelijkheden. Om gewoon in de val te lopen. Ik moet even niezen. Je hebt heel veel mogelijkheden om in de val te lopen. En internetporno is er eentje van. En gekke verhalen over homohuwelijken en zo. Het huwelijk überhaupt. Nee. Als je gewoon je Bijbel leest, dan weet je dat je geen seks kan hebben voor het huwelijk. En de reden daarvoor is dat als je seks hebt, dan ben je getrouwd. Dus met de seks komt het huwelijk. Dus jij gaat wippen de wip. Ja, dat is prima. Maar dan ben je wel getrouwd. Sterker nog, als je iemand een tongzoen geeft, zelfs dan ben je al verbonden met die persoon. Zo diep gaat dat. Maar goed. Ik dwaal af. En dat terwijl we net in tijden leven waarin we meer dan ooit moeten samenwerken. Zo vindt Stephen Hawking. We staan voor immense uitdagingen met de klimaatverandering, overbevolking, het verdwijnen van meerdere soorten, ziektes. Ik moet even lachen. De verzuring van onze oceanen of problemen met voedselproductie. Komma, puntje, puntje, puntje. Waarom die daar staan, weet ik ook niet, maar zal iets betekenen. We leven in het gevaarlijkste moment in de ontwikkeling van de mensheid. We hebben momenteel de technologieën om de planeet waarop we leven te vernietigen. Oh, maar we hebben nog geen technologieën ontwikkeld waarmee we van onze aarde kunnen ontsnappen. Misschien hebben we dat wel binnen 100 jaar. Maar momenteel hebben we maar één planeet. En we moeten samenwerken om die te beschermen.
En dan krijg je een quotering. Dat snap ik. Oh nee, dit was het einde van de quotering. Stephen Hawking geeft daarbij ook een sneer aan Donald Trump, die een muur wil optrekken tussen Mexico en Amerika. We moeten dat doen door muren neer te halen, in plaats van door muren te bouwen. En dan krijg je weer een quotering. En die klopt toch echt niet, hoor. Kijk even met me mee. En dan begint hier weer een nieuwe quote. Dus ja. En heb je hier, dat is drie quotes. In dit stukje heb je drie quotes. Hoezo drie quotes? Deze journalist, ja, die weet ik veel. Die was vrijdagmiddag of zo. En hij wilde ook nog wat leuks gaan doen voor zijn weekend. Maar hij sluit dus af. We moeten geen extra grenzen optrekken tussen landen. Oké. Ja, dat moet je dus wel doen. Hè? Wat hier staat is niet waar. Er moeten gewoon grenzen zijn. Hè? Dat is de oplossing. Het is een feit, wat je moet hebben is fractioneel nationaal socialisme. Dus hier in Arnhem moet je bijvoorbeeld waar ik woon, ons trappenhuis bijvoorbeeld. Ik heb een trappenhuis, een portiek flat. En er wonen 8 gezinnen. Dus er zijn 8 woningen. Er zijn ook mensen die wonen in een eentje. Ik woon hier ook. Nou, er is een vrouw bij mij binnengetrokken, maar die is ook zo dadelijk weer weg. Maar dat is al een eenheid. En die moet dus ook samen al kunnen functioneren. Dat is die kleinste eenheid. En die kleine eenheid die participeert in een grotere eenheid. Dat zou dan hier de buurt kunnen zijn. Ik woon op de Rodeburgerstraat. We zouden de hele Rodeburgerstraat kunnen verenigen. Met iedereen kennis maken. Handje geven. En dan moet je concilies houden natuurlijk. Zo'n buurtoverleg heet dat dan. Dat is best gezellig. En dan kunnen de dames die zorgen dan voor de thee. En dat mogen ook mannen zijn natuurlijk. Maar die hebben dan de damesrol. Die zorgen voor de thee. En de koekjes. En een asbakje. En die staat dan buiten tegenwoordig. Hè. En zo'n buurt kan je dan weer vermenigvuldigen met andere buurten. En dan krijg je uiteindelijk het begrip dorp of stad. En dan krijg je regio, provincie. En dan krijg je uiteindelijk iets van land. En een land participeert in een continent. En dan hou je aan het einde van de rit hou je 7 continenten over. 7 of 10. Maakt niet zoveel uit. Dat getal staat in het boek Openbaring trouwens. Maar dat moet van onderaf opgebouwd worden. En wat zij doen, zij willen gewoon de hele meuken, iedereen tot stilstand brengen. En dat we helemaal stoppen met ademhalen, want anders produceren we alleen maar CO2, koolstofdioxide. En hebben ze geen zin in. Doet het allemaal aan. Een hele gevaarlijke lui. En hij doet het lekker mee, maar dat wist ik eigenlijk al. Nou, dan zegt hij dus, we staan voor immense uitdagingen. Want dit hebben we al gehad. Hè? En dat terwijl we net in tijden leven waarin we meer dan ooit meer samenwerken. Nou, onzin. Hè? We moesten altijd al samenwerken. Dat is de mens zijn rol. Dat is ook hartstikke moeilijk. Vooral omdat je moet samenwerken met, zoals de Duitsers zo mooi zeggen, vol idioten. Die zich te buiten gaan. En andere mensen kleineren. Iedereen heeft van die verhalen op zijn werk of in je persoonlijke leven. Ga je gewoon helemaal kapot aan. Maar je moet samenwerken. Dat is echt een verplichting. En in je eentje red je het niet. Dat kan niet. Dus je moet altijd omringd zijn. En dat het dus zo is, ja, dat hoeft Stephen Hawking. Daar zou hij gewoon een mooi verhaal over moeten houden. Dat hij uitlegt waarom dat moet. En dan zou hij gewoon Arthur Schopenhauer moeten verklaren. Moeten oplichten. Illustreren.
Arthur Schopenhauer heeft dat al lang verteld. We staan voor immense uitdagingen. Ja, wat is dan die uitdaging? Mijn uitdaging is dat diegenen die de aanslagen van 11 september op hun geweten hebben, dat we die gaan aanpakken. Dat lijkt mij een immense uitdaging. Want bij de aanslagen van 11 september 2001, ik was toen mijn kind aan het ophalen bij het kinderdagverblijf. Daar waren direct 3000 mensen bij overleden. Daar zijn direct 3000 mensen bij overleden. En naar aanleiding van dat gebeuren zijn er nog een hele hoop... Oh, wacht eventjes. En die mensen die daar opgeruimd hebben, daarvan zijn er ook een heel groot aantal vroegtijdig overleden. En de verklaring daarvoor is dat in die gebouwen gebruik was gemaakt van asbest als brandwerend middel of zo. Hè? Dat was toen populair. Totdat ze erachter kwamen dat asbest, dat is een heel fijn naaldje. En als je dat in je longen krijgt, dan gaat het prikken. Ja. En dan ga je dus gewoon helemaal dood aan. Want dan worden gewoon je longen lek geprikt. Dat is het verhaal van asbest. En in die torens van 11 september, daar zat asbest in. En dus die reddingsmedewerkers die er allemaal wel liepen te scheppen, met die kranen liepen te draaien en dan sjouwen. En ja, heel veel daarvan zijn ook dood. Hè? En dan heb je nog dat naar aanleiding van die aanslagen er een oorlog begonnen is tegen Afghanistan. Waarom eigenlijk? Want het waren allemaal Saoedi-Arabiërs. Nou, dat is een immense uitdaging om die mensen, want het is een club, hè? Dat is de paus. Dat heeft de paus gedaan. Ja, hoe ga je die paus aanpakken? Hoe ga je de paus duidelijk maken dat de volgende keer dat hij dat doet, dat hij echt au-au krijgt? En dat hij een beetje bang wordt voor ons. En zoals wij zijn, heel jammer om het te moeten uitspreken, maar wij lopen gewoon achter hem aan. We zitten allemaal internetporno niet te bestuderen, maar te consumeren. Ja. En de paus die lacht zich helemaal ziek om. En wij gaan gewoon stemmen, bijvoorbeeld, hè. Provinciale staten, dan gaan we stemmen en dan gaan we ook praten over waarop we gestemd hebben. Ja, waarom? Ik ben gewoon tegen de paus. Punt. Dus ik wil maar één stembiljet, maar met maar één kruisje ben je voor of tegen de paus. Ja. Dus één bit. Dus ja of nee? Ben je voor de paus? Dan zeg ik nee. Ik snap heel goed dat begrip er wel moet zijn. En dat komt ook wel. Er komt zo iemand als de paus. Maar het is niet deze Jorge Mario Bergoglio. Hoofd van de Jezuïetenorde in de tijd dat in Argentinië... Hij was in Argentinië. En in Argentinië was toen dat heette de vuile oorlog. Het was een oorlog van de staat tegen het volk. Nou, dat heeft het volk geweten. 35.000 verdwenen. 35.000 mensen pleiten. En Jorge Mario Bergoglio, die stond erbij en hij keek ernaar. Dan weet je toch wie dat is. En dat is momenteel de paus. Nou, mijn paus niet. Mijn paus, mijn papa, mijn leider, die hier op aarde zal terugkomen, maar die komt vanuit het volk omhoog. Die komt. En die komt als wij ons bewust worden van de antichrist.
En als we ons daar nog niet van bewust zijn en we lopen nog steeds aan die stomme feestjes toe. Zoals hier nu met Koningsdag. Dan gaat dat niks worden. Het is jammer, maar helaas. Nou, en de problemen met de voedsel. Ja, het verdwijnen van meerdere soorten ziektes. Ja, meerdere soorten. Het verdwijnen van meerdere soorten ziektes. De verzuring van onze oceanen. Ik weet echt niet waar het over gaat. Hoezo wordt de oceaan zuurder? Stond dat in de krant of zo? Dat is net zoals altijd de zeespiegel die schijnt dan te stijgen. Of zo. Ja, dan moet je eens naar Zandvoort gaan. Dan ga maar vragen aan zo'n strandtenthouder of die last heeft van de zeespiegelstijging. Ik denk dat ze je gewoon uitlachen. De zeespiegel stijgt helemaal niet. En als zou die stijgen, hoeveel stijgt die dan? Hoeveel water is er überhaupt op deze aarde? Ja, zeg eens, ja, al het water is bevroren. En dat ligt allemaal op de Antarctica en Arctica of zo. En als dat gaat smelten, nou, dan zitten we allemaal onder water, hoor. We krijgen een waterplaneet. Ik zou die berekening wel eens willen zien, hè? Dat zie je dan ook niet. Wanneer zetten ze nou eens van de overheid of van de Verenigde Naties eventjes een tabelletje neer van kijk, dit is de hoeveelheid water en als het voor zoveel procent bevroren is, dan is de zeespiegel zo hoog. En als alles ijs, als alles in vloeibare vorm is, dan is de zeespiegel zo hoog. Waar is die tabel? En denk jij dat ze op Antarctica last hebben van een lente of zo? Dat is wel steenkoud daar, man. Ik ben in Finland geweest in de zomer, maar ik ben er ook geweest in de winter. Nou, als je daar in de winter bent, dat is een andere winter dan hier in Nederland. Dat kan ik je wel vertellen. Dat komt omdat het op het puntje zit. En daar zit al dat water opgeslagen in het ijs, ja. Het gaat allemaal smelten als een gletsjer. Ah, ja, het zal wel. Ik heb het nooit gezien, ik heb het nooit waargenomen. Ik weet er ook helemaal niks van. Volgens mij, ik woon hier aan de rivier, aan de Rijn. De Rijn, af Duitsje. En ja, dat ding verandert echt niet hoor. Dat ga je mij niet vertellen. Het is wel zo dat in de zomer, dan kan je echt zien dat de waterstand laag is. En als het dan geregend, gesneeuwd in Duitsland. Ja, dan staat dat ding bersens vol met water, man. Hij verandert wel, maar is er nou aan de hand? Nu helemaal niet. Hoor. En dan is dit is een hele mooie waarschuwing. Dit zei ik dus net. Ze willen dus van Europa een Europese Unie. En van Amerika willen ze dus Mexico, Amerika en Canada samenvoegen. Maar wat hij hier dus zegt. Dat er Donald Trump een sneer krijgt dat hij een muur wil optrekken tussen Mexico en Amerika. Dat ding gaat er ook helemaal niet komen. En dat slaat ook helemaal nergens op. Er zijn van die verhalen hier in de Tweede Wereldoorlog. Er werden gewoon Joodse mensen vervoerd. Ja, maar die werden gewoon, ja, die moesten weg. Ja, ze moesten weg naar Auschwitz of Treblinka of whatever, of Theresienstadt of zo. Of ze moesten even weg. Er zijn heel veel Joodse mensen vervoerd hoor. En die werden ergens ondergebracht. En dan kwam je gewoon voorbij een grenspost. Zo'n Duitse. Ausweis, bitte. Ah, dan moest je gewoon je Ausweis geven. Je identiteitsbewijs. En dan werd gecontroleerd. Controleerd. Dat is controleerd. En achterin had je dus kartoffeln. Hasdoe. Kartoffeln. Aardappels. Ja, onder die aardappels lagen de Joden.
Zo'n muur heeft helemaal geen enkele zin. Het gaat om iets heel anders. Wat ze doen, dat is dezelfde truc die ze gedaan hebben in Vietnam. Is dat ze de katholieken, dat is de mensen die, die zich aangesloten hebben bij die katholieke kerk. Die katholieken, die storten ze, letterlijk storten, hè? Die storten ze in andere gebieden. En dan kijken ze wat er gebeurt. En zo worden momenteel de katholieken gewoon naar binnen gehaald in Noord-Amerika. En Noord-Amerika is van origine is dat protestant. Hè? Ze wilden helemaal niks te maken hebben met de katholieke paus. En die mensen worden nu naar binnen gedingest. En wat ze dan doen, is wel leuk voor je om dat te analyseren voor je filosofische kennis. Hè? Wat deze man dus doet, hij zit, deze vent, hè, die beauty, hè, lijkt Hannibal de Cannibal wel. Deze beauty, Stephen Hawking, die zit dan dus aan te rachen tegen hem. Hè. Maar wat ze doen, wat er gebeurt, is dat ze de hele boel bij elkaar gaan harken. Ze maken er één grote soepzooi van. We moeten geen extra grenzen optrekken tussen landen. Dat klopt helemaal niet. Politieke elite moet erkennen dat ze gefaald heeft. Ik heb helemaal geen zin in een politieke elite eigenlijk. Ik zit daar niet op te wachten. En die mensen zijn er dus, ja, dat zijn de medewerkers van de paus, de coadjutors. Stephen Hawking richt zich tenslotte nog eens naar de politieke elite. Die moeten erkennen dat ze gefaald hebben en dat ze veel burgers in de steek hebben gelaten. We gaan veel meer dan dat wat we nu doen moeten leren om te delen, zegt hij nog. Wij gaan veel meer dat we nu doen, moeten leren. Wat? We gaan veel meer dan dat wat we nu doen, moeten leren om te delen. Ik denk dat dit Belgisch is. We moeten steeds meer delen. Ja, daar moet ik, ja. Op zijn Nederlands gezegd, heeft hij dus gezegd, we moeten meer delen. Ja, dat is mooi. Wat moet ik dan delen? Ik heb hier een kamer leeg en ik ken iemand en die heeft een kind en een hond, een pitbull terrier. Ja, en die zitten in die kamer. Wat moet ik nog meer delen? Moet ik nog een Marokkaan op mijn toilet laten slapen? Twee Turken in mijn badkamer, nou, daar kunnen toch wel twee Turken liggen. Ja, kleine Turken dan. Hè. Maar Turken zijn niet zo lang, dus dat zou kunnen. Moet ik dat ook delen? En nog een Indonesiër bij mij gewoon in de gang? Oh, trouwens in de keuken. Nou, eigenlijk in de keuken kan je ook gewoon slapen hoor. Oh, jawel man. We trekken de koelkast wat naar voren en dan kan je erachter lekker rustig liggen. Dan heb je lekker die warmte van de koelkast. Aan de achterkant van de koelkast is het warm, weet je dat? Kan die lekker, dan mag die staan slapen of zo. Zoals Daniel in de leeuwenkuil. Wat moet ik delen? Waarom moet deze man, en hoezo is er een politieke elite? Ik heb helemaal geen zin, ik wil geregeerd worden door rationaliteit. Ja, mensen die verstand hebben van zaken, die mogen zeggen wat er gebeurt. En niet een of andere idi-jood. Nee, een idi, nou, hoe schrijf je het ook alweer? Met een T of een DT? Een idi-jood? Volgens mij is dat met D. Nee, ik laat me er niet over uit. Dat kan toch helemaal niet? En dan gaan we even de laatste. Stephen Hawking is ervan overtuigd dat we dat ook kunnen doen. En dan komt wat hij dus letterlijk gezegd heeft. Ik ben een enorme optimist.
voor onze soort. Maar de elites van Londen tot Harvard, van Cambridge tot Hollywood, zullen lessen moeten trekken en moeten leren uit het afgelopen jaar. Ik ben heel erg benieuwd wat hij verstaat over onze soort. Hij is een enorme optimist voor onze soort. Hebben we hier een racist aan het woord of zo? Kijk, ik weet gewoon dat Nederlands, dat is de van de goede taal. Hè? Je zou in principe kunnen zeggen, Nederlands, dat is pre-adamitisch. Wat mij betreft. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening. En als je met me mee wil stemmen, mag je dat doen. Maar dan gaat hij zeggen, een enorme optimist voor onze soort. Wat bedoel je dan? Oh, hij is een enorme optimist voor de ALS'ers, zo. Ik ben een enorme optimist voor de ALS'er. Want ik geloof in de ALS'er. Ja, wie is onze soort? Dat is toch geen stomme vraag die ik stel? En dan heb je dus ook nog onze soort. En dan heb je, dit is het andere begrip. Ja, snap je? Dit is de ene, de elites en onze soort. Ja, en wie ben ik dan? Wie ben ik? Zijn soort? Nou, ik dacht het niet. De elite? Nou, ik dacht het ook niet. Kom maar kijken bij me thuis. Ik ben helemaal niet rijk. In overtuiging. Klaar. Wie is dan onze soort? Maar goed, er zijn dus elites en die lopen dus uit van Londen tot Harvard en van Cambridge, dat even goed zeggen, tot Hollywood. Harvard, London, Harvard. Kijk hoor. Nou, Cambridge, dit is wel goed geschreven. Hollywood, ja, klopt wel. Ja, dat is wel ongeveer het gebied. Waarom staat daar niet Rome bij? Nee. Waarom staat daar niet Zwitserland bij? Rome, Zwitserland, Londen, Washington DC. Dat had hij moeten zeggen. Dus deze man die liegt. En de elites van Londen tot Harvard. Deze term, dit heet een term, hè? De elites van Londen tot Harvard, van Cambridge tot Hollywood, dat is een niet bestaand begrip. Ja. Dus, en dat woord maar kan je er ook van aftrekken. Ja. Maar is een absoluut inhoudsloze constitutie, dat is gewoon een inhoudsloos woord. M-A-R, ja nou en. Laat maar weg. En die moeten gaan leren. Die moeten lessen moeten trekken en moeten leren uit het afgelopen jaar. Dus een niet nader te benoemen groep, een beetje vage hoeveelheid van mensen, die moeten gaan leren. Ja. Nou, ik denk vooral de journalist die dit opgeschreven heeft. Die zou echt een middagje bij me langs moeten komen. Dan ga ik hem even leren. Ja. Dat hij een beetje fatsoenlijk schrijft. Dat is wat ik hieruit leer. Hè. Maar goed, het is vervelend. Ik ben het er helemaal mee eens hoor. En deze dus ook. Hè. Maar we hebben nog geen technologieën ontwikkeld waarmee we van onze aarde kunnen ontsnappen. Nee. Geef je even 3 seconden. Wat denk je dat ik hierover ga lachen? Joh? Ik wil ook helemaal niet weg van onze aarde. Waar moet ik naartoe? Venus? We moeten naar de maan. Op de maan zitten. Maar is daar wel pindakaas? Of pindasaus?
Ik wil er helemaal niet weg. En dan staat hier dus, we hebben momenteel de technologieën om de planeet te vernietigen. Dat is helemaal niet waar. Denk er nog even over na. Over die allergrootste bommen. Dan heb je over Hiroshima en Nagasaki. Dat waren die atoombommen in 1946, als ik me goed herinner. En Japan, die had al... Japan had al gecapituleerd. Dat hebben ze toch nog eventjes boem boem gedaan. Nagasaki en Hiroshima. Dat waren overigens, heel toevallig misschien, wat ik gehoord heb. Ik ben er niet persoonlijk geweest, want ik ben pas geboren in 1959. En dat waren christelijke gemeenschappen. Mensen die dus het gebod eerbiedigen van... noem niemand je vader op deze aarde. Noem niemand op aarde deze vader. Kijk maar in de King James. Dat is de consensus. De consensus van de mensheid. Ja, daar hebben ze inderdaad behoorlijke bommen. Ja. En 9-11. Ja, ze kunnen dus wel twee van die torens. Trouwens, nou, twee van die torens. Ben jij gek? WTC 1, WTC 2, maar WTC... 7, dat is een hele beroemde. Je hebt ook WTC 6, die was ook weg. En WTC 2 was ook... Nee, WTC 3 was ook weg. Maar, dan heb je dat, hè, dat is wel een grote vernietiging. Neem Dresden. Hè. Wat ze met Dresden hebben gedaan. Daar hebben ze dus eerst... Hoe was het nou weer precies? Ze hebben eerst gebombardeerd. En toen gingen alle ruiten gingen eraan. Ja... Waar die mensen een beetje bijgekomen van de schrik. En dan kwamen de volgende dag, ik weet het ook niet precies, maar in ieder geval een tijdje later kwamen ze weer langs. Dat was Bomber Harry, zo heet die, klootzak. En dat mag ik best zeggen, ere wie ere toekomt, en Bomber Harry was een klootzak. Die zat de burgerbevolking te bombarderen, ja. Bah. Hij had mij moeten... Nou, dat kan ook helemaal niet, want ik ben pas in 1959 geboren. Maar hij had mij moeten tegenkomen van gelijke leeftijd. Toen hij 13 was, had ik hem voor zijn bek geramd. Dat denkt hij wel niet. Want toen hij Bomber Harry 13 was, zat hij waarschijnlijk kleine kindjes aan de haren te trekken. Weet ik wel, van vieze dingen te doen. Onschuldige mensen die niks terug kunnen doen. Dan ga je bommen opgooien. Nou, maar Dresden dus... Eerst hebben ze al die ruiten eruit geblazen. En toen hebben ze brandbommen geworpen. En niet één, niet twee, nee, 20.000 of zo. 20.000 ton of zo. Ja, en dan gaat zo'n stad, die gaat helemaal in de fik. Dan hebben ze gewoon Dresden uitgefikt. Nou, en de derde dag, de slimmeriken... Want naast Dresden ligt een rivier. En die mensen waren naar de rivier gevlucht. Met al hun brandwonden om een beetje af te koelen, zullen we zeggen. En toen zijn ze dus over die rivier gegaan. Heel makkelijk vliegen. En dan met mitrailleurs. En iedereen die dus weggevlucht was naar de rivier, hebben ze toen gemitrailleerd. Ja, dat is heel efficiënt. Prima gedaan, jongen. Maar dat is alleen maar Dresden. Niets ten nadele van de hele slachtoffers, want het is verschrikkelijk. Maar het was alleen maar Dresden. En niet de aarde. Want hij gebruikt ook weer het woord de planeet. Maar dat slaat nergens op. Wij leven niet op een planeet. Wij leven op een aarde. Maar die kan je niet vernietigen. Je kan Dresden kapot maken. Je moet zien wat... Ja, kijk maar terug wat ze met Berlijn hebben gedaan. En Hamburg. Dat soort dingen kan je vernietigen. En je kan mijn huis ook vernietigen. Maar niet onze aarde. Dat gaat niet. Behalve natuurlijk dat... met dit soort regie... Ja, regie, moet je zeggen...
Wij hebben als mens hebben een regie nodig. Dat is zonder meer. Want iedereen heeft zo zijn zwakke momenten. En dan moet een meneer de rechter zijn die zegt, nu is het afgelopen. Dat je je recht kan halen. Tuurlijk moet dat zijn. En momenteel hebben we dat niet. Momenteel hebben we een regering die om de hete brei heen draait. Want als we erachter komen wat ze uitgefroten hebben en we gaan ons dat realiseren, dan zijn zij dood. Letterlijk dood. We hoeven ze niet eens dood te schieten. We hoeven ze niet te vergassen. Ze zijn gewoon dood in onze ogen. En dan zijn ze dood. En dan neukt Joris Demmink geen kleine kindjes meer. Is dat mooi afgelopen. Want hij is dood. Snap je dat? Ik roep niet op tot geweld, ik roep op tot inzicht. Last call, dear fellow Dutchman. Gaan we even kijken of nog iets leuks staat. De voedselproductieziekte, verzuring ons planeet. Dan moeten we geen extra grenzen opstellen. De politieke, die hebben we al gehad. Ja, precies. Wat is dit dan weer? Kijk, hier hou ik dus ook niet van. Sorry hoor, nou eventjes. Even terug, maar hier hou ik niet van. Kijk, die vrouw heeft hele mooie benen. Dat vind ik ook. Daar ben ik zonder meer mee eens. Dat is een mooie vrouw. Maar waarom zou je je benen laten zien tijdens een toneelstuk? En dan zat er ook nog Ivo van Hoven, dat is hij dat zijn. En Jude Lob. Ik ga even kijken. Is hier nog iets op? Nee, er is geen filmpje van. Maar ik vind het niks. Ik vind het een hele mooie vrouw. Daar is helemaal niks mis mee. Maar dit is niets wat in de Bijbel staat. Zo over de eenheid tussen man en vrouw. Dat is niet omdat de vrouw er zo mooi uitziet. Dat was de fout van Adam. Zoiets. Ik moet dan met Jurk Gliesman nog maar eens een keer over gaan hebben. Maar de eenheid tussen man en vrouw is niet dat de vrouw haar kuiten laat zien en haar prachtige voeten. Kijk eens naar die. Dit hoort dus niet. Nou, hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. Nou, al dit gezeur over Donald Trump en die Stephen Hawking. Die mooie man. Die jullie aan het vertellen is dat we gaan jullie leven op een planeet, niet op een aarde. En ik ben heel verstandig en ik heb 4 hele mooie tanden. Ik ben gewoon geweldig. En de vernietiging is nabij. Nou, hartstikke bedankt meneer Stephen Hawking met je zwarte gat theorie. Ja. Ik ben meer van het bruine gat, denk ik. Nee, gewoon een grapje. Hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.